Goedenavond. Meneer De Wit? Mevrouw De Wit? En mijn naam is Andries Riphagen. Ik ben van de Wiesenschütz. Dit is mijn collega, Joop Oud. U verstopt toch niet toevallig Joden of Joodse bezittingen die de staat toekomen? Ik? Nee hoor. Leuk huis heeft u. U woont hier alleen? Alleen wij twee. En wat doet u voor de kost? Ik was timmerman. Oh, leuk. Jezus ook, hè? En u weet door wie die vermoord is, toch? De Romeinen. Laatste. Wij hebben helemaal niks tegen Joden. We houden ons alleen aan de wet. Dus als u iemand verborgen haalt, dan kunt u het maar beter nu zeggen. We hebben u niets te zeggen. Sturen ze naar Duitsland om te werken. Dan gaat u toch niet krom voor liggen? Er worden heel andere verhalen. Mensen praten elkaar na. Hè? En de een maakt het nog erger dan de ander. Joop! Nou. Zullen we dan maar even naar boven gaan samen? Ik ken haar al zo lang. Waar is uw geld? Mijn man had al ons geld. En waar is uw man? Die hebben jullie al. Zou ze zich heel even willen omdraaien? Ik denk dat ik u wel kan helpen. Maar dan moet u niet meer liegen. Ik möchte Ihnen gratulieren. Amsterdam is fast völlig judenfrei. Hat die Polizei irgendwo in Europa Ihre Arbeit so gut gemacht wie Sie hier in Amsterdam? Ihr könnt stolz sein auf euch selbst. Aber natürlich gibt es immer ein paar, die einfach so davonkommen. Kann ich mich auf Sie verlassen, um auch die allerletzten Juden auf Transport zu schicken? Ab heute wird Kopfgeld bezahlt. 7,50 Gulden pro verhafteten Juden. Komen ze nu mee? Ze zitten allemaal al ondergedoken. Frits. Hey Jan. Heil Hitler! Je kunt je hele voorraad persoonsbewijzen weggooien. Er komen nieuwe. Ze gebruiken andere inkt. Lagers. Lagers heeft kopgeld ingesteld. Jan, als jij ermee wil stoppen, dan begrijp ik dat, hè? Heb je nog meer mensen bij de politie zitten? Nou dan. De Duitsers hebben nu ook een nieuwe voorraad nodig. Misschien kan ik eens uitzoeken wanneer die klaar staat in Den Haag voor transport. Het huis is gevorderd door de DSK.
wordt binnenkort verkocht. Maar voorlopig zit u hier veilig. En hoe kan ik u bedanken? Doet u dat maar, als het allemaal voorbij is. Een hoek, jongen. Aan de weg steken, die gozer. Zijn wel vaak. Kom. Oh, mannen. Ik heb gehoord dat Lagers jullie 7,50 per jood gaat betalen. Ik vind het belachelijk. En daarom wil ik uit eigen zak daar een tientje bovenop leggen. Een tientje. Voor iedere tip die mij persoonlijk brengt. En de spullen van de joden die we vinden, die mogen we zelf houden? Nee. Joodse bezittingen die worden gevorderd door het Devisenschutzkommando. Maar dat wisten jullie toch allemaal? Weet jij dat ook? Zou je even een foutje van ons kunnen maken? Hier, kom even bij, joh. Hier, dit is een heel gezin. Die wilde ik eigenlijk aan Lagers geven, maar voor een paar tientjes extra zijn ze voor jou. Heb jij misschien een vuurtje voor mij? Ik rook niet. Tientjes voor geld? We moeten elkaar een beetje helpen. Met je eigen zak. Wat hou je er dan aan over? Ja, helemaal niks. Waarom zou je dat doen? Ik probeer ze te helpen. Wie? Misschien later. Als ik weet aan welke kant je staat. Riphagen. Mitkommen. Noch etwas erreicht in den letzten Tagen? Nur falsche Hinweise. Nur falsche Hinweise. Keine Untergetauchten, kein Bargeld, wirklich nichts. Veri. Elisabeth. Bettje. Ist am Bahnhof aufgegriffen worden. Witwe, jüdische Mutter, halbjüdischer Vater, ist bereit zu reden, wenn wir ihre Familie schonen. Und was soll ich damit? Ich bin mit ihren Ergebnissen nicht zufrieden. Wollen wir weiterhin Freunde bleiben, müssen sie etwas besser arbeiten. Die falschen Hinweise können noch kurz warten, oder? Ich erwarte Ergebnisse. Nou, vertel het maar, mevrouw de verraadste. Waarom moet ik jou en je familie niet naar Mauthausen sturen? Wijs ze maar aan. Wat? Ondergedoken Joden in Amsterdam. Ik kom uit Rotterdam. Sie weiß nichts. Dann auf Transport, bitte. Ich kenne jemand bei der Verzet. Wie? Wie? Charlie. Hartog. Er schreibt vaak op over overvallen en zo. Naar die man toe. Kom. Ja, en mijn persoonsbewijs. Nou, die bewaar ik wel. Maar
als ik word opgepakt? Oh, maar je wordt niet opgepakt. Jij wordt in de gaten gehouden. Goedemiddag allemaal. Best slim. Onderduiken in uw eigen huis. Wat nu? Ik denk dat ik u wel kan helpen. Maar dan moeten we elkaar echt kunnen vertrouwen. Koffie? Ja. Je bent nieuw. Ik werk hier al jaren. Ik heb u al zo vaak bediend. Sorry, ik kon niet laten. Ik val een paar dagen heen voor mijn zus. Oh, die andere rode. Volgens mij mag ze mij niet zo. Ze vond u in bed met een ander meisje. En toen vroeg u of ze er even bij kwam liggen. Niet zo'n goede eerste indruk dus. Ik was wel benieuwd eigenlijk. Praktiseren nu toch niet, dat bezorgt je verdriet. Stemmiger in het leven, dat zal meer rust je geven. Praktiseren nu toch niet, en daarmee red je. Het is hier veilig, hoor. Kies maar wat u wil. Het is niet allemaal koosje. Oh, voor ik het vergeet. Hier heb ik uw ontvangstbewijs van de SD voor uw diamant. U hebt ze aan de SD gegeven? Nee, niet allemaal. 10 stuks, om precies te zijn. Ja, ik moet ze wel iets geven, anders gaat het opvallen. De rest bewaar ik tot na de oorlog en dan krijgt u ze weer terug. Ik kan u daar ook wel een bonnetje van schrijven, maar als dat de verkeerde handen valt, dan zijn we allebei alsnog de sigaar. Waarom doet u dit allemaal voor mij? Ik heb een paar jaar voor de oorlog in Duitsland gewoond. Ik was getrouwd met een Joodse. Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar haar heb ik niet kunnen redden. Kijk, ik heb de perfecte dekmantel. De Duitsers denken dat ik voor hen werk, maar ondertussen... Maar het is gewoon heel lastig om te weten wie je wel en niet kan vertrouwen. Mm-hmm. Kijk. Sorry, Martin, maar dit heb ik niet besteld. Ik krijg van Harry. Harry? Waarom krijg ik van jou een pilsje? Ries, ik heb last van Kemp. Kemp? Wat moet die van je? Ik heb 2 Joodse vrienden, toch? Kemp gaat ze verraden als ik hem niet betaal. Sorry, ik ben zo terug. Kemp! Kemp! Mijn tent uit. Wegwezen. Nico! Ik heb niks gedaan!
Hij komt er niet meer in. Dit had u niet hoeven zien. Ja, we moeten elkaar een beetje helpen, toch? Ja. Dat moeten we inderdaad. Arie. Kun je even een fotootje van ons maken? Ja, maar. Het is makkelijk. Ik heb vrienden die u kunt vertrouwen. En familie. Maar u komt voor. Gaat u niks aan? Obersturmband für Kessler Sicherheitsdienst. Es herrscht ein Verdacht auf Veruntreuung. Wo ist Ihr Tresor? Na komm, ich habe nicht den ganzen Tag. Ausweis. Pardon? Nu, kom. Wat is er allemaal aan de hand? Daar kan ik u gezien het onderzoek niks over zeggen. Controle een telefoontje plegen. U bent nog geen verdachte in dit onderzoek. Ik raad u aan het zo te houden. Hebben ze ihren posten verlassen? Wer bitte bewacht jetzt den Eingang? We brauchen ihre Hilfe. Die documenten müssen mit zur Begutachtung. Soll ich die vielleicht verdammt nochmal alleine schleppen, oder was? Dit is nou Dries. Hallo, goedemiddag. Een klein deel moet hij afstaan aan de SD, dat kan niet anders. Maar de rest is veilig bij hem. Ik ken ze al 35 jaar. Ze zijn te vertrouwen. Arie, kun je even je foto maken? En ik zeg nog tegen hem toen we wegrijden: niet meer hier aan Boston verlassen. Bijna 10.000. Dat zijn 10.000 mensen die niet op transport gaan. Is dat de moeite waard of niet?
Dat is Charlie. Met die nieuwe koerierster. Hey, wat hoor ik nou? Is hier een feestje? Goed werk, Charlie. Ja? Zit-ie. Hey. Hallo. Ik ben Jan. Bella. Bella Teurlings. Dag Bella Teurlings. Dag Jan. Van Lint. Dag Jan van Lint. Wat valt er te vieren? Het is geheim. Maar je gaat het druk krijgen als koerier. Kleine, maar mijn vrouw die wil natuurlijk een echte dienst met alles erop en eraan. Ja. Dat verdient een vrouw toch ook? Ja. Ik heb een jaar lang dubbele diensten moeten draaien om het terug te verdienen. En jij? Ben je getrouwd? Ja. Maar hij is overleden. Pardon. Nee. Kan jij toch niet weten? Hoe was dat? Hij was de liefde van mijn leven. Is je zuster niet? Nou, wat heb je? Moet ik dat echt nog zeggen? Deze moet ik naar Utrecht brengen voor ze. Ze noemen zichzelf de persoonsbewijzencentrale. De leider heet Gerrit van der Veen. Nou. En hoeveel hebben ze hiervan? Wat levert dit ze op? Niks. Ze doen het niet voor het geld. Ga terug en hou ze in de gaten. Hoe lang nog? Tot ik zeg dat jij ermee mag stoppen. Wie is daar? Andries Riphagen. Van het pension.
Mijn zus is er niet. Nee, kom niet voor je zus. Ik kom voor jou. Ik kom niet zo goed uit. Oh. Kom je echt voor mij? Ja. Wat gebeurt er allemaal? Hij wordt altijd zoals hij gedronken heeft. Nee! Zal ik anders even? Oh, wat ben jij weer voor een grote klootzak? Wie is hier de klootzak? Hè? Wie is hier de klootzak? Nou? Kom op de knietjes. Geef maar een tik. Hé. Hey. Ja, of jij geeft hem een tik. Of ik. En nu bent u? Maar hij doet niks. Je doet nog niks? Nee. Zo. Zeg, heb jij nog plannen voor de rest van de dag? Ben met mijn gedachten en zijn. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerwolkserenaden. Langs het korenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerwolkserenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerwolkserenade. Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. La da da di, la da da da, la da da do, la da da dum, bom 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 bom. Ra da 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 dum, da 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 ya, la da da ya la la. Ik zing mijn Westerwolkserenade. Tussen de barakken kreeg ik haar te pakken op de hei. Deze Westerwolk lieve. Ben je echt zo gevaarlijk als iedereen zegt? Je werkt voor de Duitsers. Nee hoor. Hé. Wat is er nou? Je liegt. Daar hou ik niet van. Goed. Ik werk voor de SD. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik werk er niet om de Duitsers te helpen. En wie dan wel? Dat vertel ik je dan wel een keer. Spannend. Waar jij vandaan komt, kom ik ook vandaan.
Alleen had ik niemand die mij wilde helpen. Ik heb nagedacht over wat u zei. Dat u ons wilde helpen. Wij zijn bang dat wij ons huis kwijtraken. Dus misschien kan het zo. We moeten elkaar een beetje helpen, nietwaar? Ja. En nog 2 whisky. Dankjewel. Alsjeblieft. En als u heel diep nadenkt. Iedereen die ik vertrouw, die heb ik al naar je doorgestuurd, Dries. Sommige mensen die denken dat jij mijn vrijer bent. Zo vaak zien ze ons samen. Nou, als ik 20 jaar eerder geboren was. Dries, jij zei dat je me via Antwerpen naar Engeland kon helpen. Klopt. Uiteindelijk. Ja. Ik denk dat het tijd wordt. Ik regel het. Dit is voor jou. Sint-Christof, patroonheilige voor reizigers. Is dit niet meer iets voor katholieken of zo? Ja, als het maar werkt. Hij heeft mij bij jou gebracht. Ik hoop dat hij jou ook beschermt. Dankjewel. Ga je spullen pakken. En morgen breng ik jou persoonlijk naar Antwerpen. Albert. Jan. Kan ik jou even spelen? Ja. Jan, ik ga een paar tientjes verdienen. Waarom wij? Het is op bevel van de SD.
Nou, daar is het. Nummer 26. Niet. Nu wel. Esther Schaap? Nee. Nou, kom op. Nee, dat kan niet. Nou, kom. We zijn de vorige bewoners. Geëmigreerd. En ik heb ze hier flink voor betaald. Dries. Lieverd, ze zijn veilig. Ik heb ze zelf op de boot gezet. Hij is mij bescherming beloofd. Heeft Dries Schiphagen u bescherming beloofd? Natuurlijk niet. Dit adres komt van hem. Zo blij, Dries. Oh ja? Ja. Stop ermee! Ja. Ik voel me veilig bij. Hier ben jij ook. Voor de politie. Ook voor de SD. SD? Nee. Maar ik zag je SD-kaart laatst in de auto liggen. Die is nep. Dat was voor de overval op de landsdrukkerij. Waarom leg je er niet bij neer? Hebben de Duitsers gewonnen of niet? Je kan de wereld niet in je eentje veranderen. En daarbij, die mensen hebben dat over zichzelf afgeroepen. Wie heeft de wereld in de crisis gestort? Die bankiers van Wall Street. Dat zijn Joden, hè? We voeren geen bankiers af. Het zijn doodgewone gezinnen. Dan stop je toch bij de politie? Dan sturen ze me naar Duitsland om te werken en dan? Dan duik je onder. Dat kan niet! En waarom niet? Want dat is wat de Joden ook doen, hè? Nadenken, Jan. Nadenken! Rephagen. Mitkommen. Sie können Ihre Sachen packen, Herr Rephagen. Warum? Ihnen ist die Fahndungserlaubnis entzogen. Die Ermittlungen laufen. Ermittlungen? Dachten Sie, Sie könnten sich ungestraft aneignen, was Deutschland gehört? Unsinn. Wie lautet Ihre momentane Adresse, Herr Rephagen? Sie haben mich überwachen lassen? Überrascht Sie das? Sie haben ohne Genehmigung eine Wohnung bezogen, die dem DSK und somit dem Deutschen Reich gehört. Die Ermittlungen werden zeigen, ob das Ihr einziges Vergehen ist.
Packen Sie Ihre Sachen. Morgen Vormittag, 9 Uhr, sind Sie wieder hier. Mit Ihrer Frau. Gerrit van der Veen. Vertrouwt hij jou? Hoezo? Ik ga hem en zijn verzetsgroep uitleveren aan Lages. En jij gaat me helpen. Waarom spreken ze dus jetzt erst dan? Ik weet het pas net. Und Frau Veri? Veri? Erzählt uns alles über diesen Gerrit van der Veen und den Überfall auf die Landsdruckerei. Wenn die Ermittlungen nach mir abgebrochen werden. Klar. Kijken we ook met die informatie naar Den Haag, hè? Naar uw collega's. Daar was de overval tenslotte. Ik heb het idee dat u maar liever kwijt en rijk bent. Maar laten we het lekker binnen de familie houden, toch? Hi, Littler. Ciao, bella. Dörlings. Zo. Dit is echt veel beter. Niet zo'n donker Hollas, die Stadshouderskade. Kunnen wij volgende week al de sleutel krijgen? Ja. Ik gebruik deze kamer toch niet. Willen jullie de andere kamer ook nog even zien? Oh, ja? Ja. Ja, toch? Ik ga niet nog meer mensen verraden. Dat kan ik niet. Wil je echt zo graag met je ouders naar Polen? Het is helemaal mis. Ze namen Charlie, Eline en Toos mee naar het politiebureau. Kunnen wij ze niet redden? Jij bent toch agent? Morgen. Morgen. Lekker vroeg. Ja. Links de trap af, dan kom je in het cellencomplex. Ja, dat kun je. Ja, misschien ja. Wel. Ja, ja, ja. Het hoeft niet uit, maar het hoeft wel. Jan, ben je vroeg? Ja. Ja, jij ook. Ja.
Ik had nog wat administratie. Ja, ja. Hij wil natuurlijk niet dat anderen het zien. Hè? Dacht je dat ik het was vergeten? Met de groeten van Riphagen. Is niemand je gevolgd? Geen goed. Heb je iets over Riphagen gehoord? Waar moet ik nou iets horen? Ik weet niet eens hoe die man eruit ziet. Als ik hem tegenkom, dan loop ik hem zo voorbij. Ik vind hem wel. Hoe dan? Als ze je op straat zien, dan sturen ze je naar Duitsland. De man van Connie, die zit daar al. En de jongens van Ans en Peter. Ik laat me niet pakken. Vergeet Riphagen. Zo'n man, die krijgt vanzelf wat hij verdient. Let maar op. Een restaurant. In de trein. Een restaurant in de trein, ja. Ik kan gewoon niet geloven dat ik hier nog zit. En waarom? Ik hou van jou, Dries Riphagen. En ik vind jou het onderste. Dat schattenboutje, dat aardig vrouwtje, dat lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen, zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo nukkig? Dag, schattenboutje, dag, aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd?
spreek Frans en Spaans en ook Italiaans. Ik heb diploma HBS. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat zegt nog steeds niet yes. Ze vindt Portugees, net Chinees. Ze zegt algebra, kletsica. Mijn diploma van de school noemt zij slechts apenko. Dag, schattenbouwtje, dag. Aardig vrouwtje, dag. Lieve kleine meid. Wacht, ik heb wagen jou. Niet schrikken. Ik kom voor Dries. Hoe kom jij hier binnen? Ik kon nergens anders heen. Ik ben Bella. Dries! Ga naar de badkamer, doe de deur dicht. Wie is dit, Dries? Lagers heeft me eruit gegooid. Niet mijn probleem. Ik heb een persoonsbewijs nodig. Ik moet terug naar Rotterdam. Huis uit. Wat wil je nog meer van me? Ik heb al mijn vrienden al verraden. Sla dan! Sla me maar dood. Dries? Zal ik anders aan je vrouw vertellen wat wij samen hebben? Ja, wacht hier. Wie is zij? Sorry, lief, het zou het niet mogen zijn. Wie is zij? En lieg niet tegen me. Ze werkte bij de ST. Maar ze is ontslagen. Dus breekt ze hier maar in? Precies, dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ze is een beetje in de war. Maar ze moet nu weg. Mijn ouders? Wordt geregeld. Hier, geld voor de tuin. En als ik jou nog één keer zie, dan vermoord ik jou en je ouders. Wegwezen. Dries. Hoe lang moet ze nog? Zo. Ik hoop dat je kindje dood geboren wordt. Hey Dries, wordt het niet tijd voor een kleine koerswijziging? Wat bedoel je? Nou, denk je niet dat het hele gedoe nu elk moment afgelopen is? Na Normandie? Het kan geen kwaad om je kansen een beetje te spreiden. Nou, die vuurt nu wat kamertjes en onderduikers. Ik heb wat groepen met voedselbonnetjes, dat werkt. Mocht het straks toch de andere kant op. Hey Dries. Ik hang godverdomme met mijn harses op een dodenlijst van het verzet. En jullie willen dat ik me erbij aansluit? Ah, Dries, luister. Hey! Dankzij mij hebben jullie de hele oorlog van de Duitsers kunnen vreten, hè? Maar als ik word gepakt, gaan jullie één voor één met mij mee. Nu de geallieerde legers de Nederlandse grens hebben overschreden, wil ik uit naam van u allen onze bondgenoten een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Is hij er gek geworden of zo? Dries, luister, dit is serieus. We moeten weg. Oh ja? En waar wou jij naartoe? Naar Duitsland. Zij zijn al bij Rotterdam. Wat denk jij? Dat ik ga vluchten? Uit de eigen stad? This is the BBC Home Service. Here's another piece of good news. The Allies have now crossed the Dutch frontier.
The announcement has been made by the Netherlands Prime Minister in a broadcast to his countrymen, calling on them to welcome the forces of liberation. He didn't say where the crossing had been made. The British Second Army, closing on Antwerp, was last reported less than 20 miles from shore. Ist Ihr Wagen vor der Tür? Ja. Die Schlüssel, sofort. Warum? Ausnahmezustand. Wir ziehen Richtung Osten ab und brauchen alle Transportmittel. Dann liegt da? Die Schlüssel. Nein. Bitte. Mein Jassack. Öschlegel. Albert. Jan. Ben jij nog in de stad? Ik zoek Dries Riphagen. Riphagen. Ik was een dossier van voor de oorlog. Met wie die samenwerkte, waar die woonde. Ik wil namen, adressen. Hé, je wel je meerdere, hè? Nee. Jij werkt al 4 jaar voor de Duitsers en die worden nu de stad uitgetrapt. Hier. Dit is een later bij ons bekend adres. Plus adressen van onze vrienden, bedrijven, huizen en plaatsen waar hij altijd kwam. Waar is Riphagen? Waarschijnlijk naar het oosten met DSD mee. Ik zoek Andries Riphagen. Geen idee. Zijn gesloten, heren. Oh, Dries. Hey Joop. Hey, die rode bak die neemt bij mij. Ja. Als je mij lief aankijkt, dan mag je er even in zitten. Spreek ik Spaans of zo bijgoochem? We hebben die bak nodig. We moeten de stad uit. Geef me even die sleutels. Dat krijg ik ervoor. We betalen je later, hè? Oh, dat gaat niet gebeuren, Joop. Dat weet jij ook. Hoe vaak hebben we jou niet gespeeld, man? En al die Duitse klanten die we jou gestuurd hebben, die ben je zeker vergeten, of niet? Is de koek op, voor Joop en Dries. En nu rennen jullie als bange jongens weg voor de Engelsen. Oh, nou je bek, man. Echt. Misschien is het tijd om toe te geven dat jullie voor de verkeerde kant hebben gekozen, mannen. Wees nou verstandig, echt. Ja. Jezus, Dries. Godverdomme! Op de grond. Nu! Niet schieten! Niet schieten! Jan? Jan van Liemt? Je leeft nog, Jezus. Ik dacht dat ik de enige was. Frits. Van. Ik zat onder het dak. Waarom heb je hem neergeschoten? Hij was al dood. Ken je hem? Nee. Wat doe je hier dan? Ik zoek Dries Riphagen. Wie is dit? Dat is Wim Sanders, hoofd van het CID. Centrale inlichtingendienst. Wij verzamelen informatie voor het verzet. Waarom zoek jij Riphagen? De stad zit vol verraders. Wat maakt hem zo speciaal? Hij heeft Gerrit verraden. Nee, Bella Tuurlings heeft Gerrit verraden. In opdracht van Riphagen. Het was zijn idee. Heb je bewijzen? Nee. Maar ik trek het wel uit hem als ik hem vind. Deze van hem. Hier. Hij is je vaste klant. Laat me weten als je hem hebt gevonden.
Is Dries thuis? Nee. Kan ik even binnenkomen? Ik ben een collega. Van zijn collega's. Hoe goed kent u uw man, mevrouw Ripage? Tja, hoe goed ken je iemand? Ik heb met u te doen, mevrouw Ripage. Met uw kind. Gaat een zware tijd tegemoet. Ik vertrouw op Dries. Ik zal er niet omheen draaien. Beltjesdag. Beltjesdag? Vandaag rekenen we af met alle verraders. En Dries staat bovenaan de lijst. Waarom bent u hier? Als het vandaag niet is, dan is het morgen. En als ik het niet ben, dan is het wel iemand anders. Geef hem op, nu het nog kan. Dries is helemaal geen verrader. En hij werkt juist voor de ST, zodat hij Joodse mensen kan helpen. Nee, dat is gelogen. Bewijs het tegendeel dan. Kent u Gerrit van der Veen en zijn groep? Het waren vrienden van mij. Dus? Doe het dan voor uw kindje. Ik vertrouw op Dries. Dries liegt niet tegen mij. Ik wil dat u gaat. Mocht u zich bedenken? Ik bedenk me niet. Lieve Dries, dank je voor je mooie brief. Ik mis jou ook. Ik hoop dat je in het oosten wel veilig bent. En nee, natuurlijk ben ik niet boos. Het was juist slim van je om te vertrekken. Het nieuws over de bevrijding bleek helemaal niet waar. Ze noemen het nu Dolle Dinsdag. De meeste Duitsers zijn terug in de stad en doen alsof er nooit iets gebeurd is. Maar dat is niet zo. Iets veranderd. De stad staat op ontploffen. Heer. Niemand weet nog wie de baas is. Stemmen. Toon en Harry zijn doodsbang. Ook als je niks fout hebt gedaan, ben je je leven niet meer zeker, Jan. Zeggen ze. Er zijn gewoon geen regels meer. Maar met mij gaat het goed. Het is zo oneerlijk dat we niet samen kunnen zijn, terwijl jij alleen maar mensen wilde helpen. Maar ik wil dat je daar blijft, zolang die Jan jou zoekt. Daar ben je veilig en ons kindje heeft een vader nodig. Ik denk dat het een jongetje wordt. Net zo'n rouwdouwer als jij, Dries. Hij schopt met de dag harder. Schrijf je me snel weer? Of stuur me een foto, zodat ik je gezicht kan zien. Ik wacht op je in Amsterdam. Dag, lieve Dries. Marie-Antoinette Moore, witwe van Bartelt de Moore. Keine Kinder, keine Vorstrafen. Man hat aber beobachtet, dass regelmäßig Waffen abgeworfen werden in der Nähe ihres Bauernhofes. Und? Wir haben bis jetzt nichts gefunden. Goedemorgen. Oh, gelukkig een Hollander. Ik heb al tegen uw Duitse vriend. Het spijt me. Ik wil het niet doen. Als ik niet meewerk, dan zet hij mijn vrouw en mijn kind op de trein. Alsjeblieft, als u iets weet. Misschien kan ik tijd rekken of mensen waarschuwen.
Hij gaat door totdat u dood bent. Als u iets... Als u praat, kan ik u misschien helpen. Waar zijn de wapens? Ik weet helemaal niks van wapendroppings. Mijn man was van dat soort zaken. Ik weet niet... Rustig, rustig ademen. Rustig, diep inademen. Rustig. Alsjeblieft, help me. Wil je er vanaf blijven? Dat is allemaal gecategoriseerd. Wat zit er allemaal in die kasten? Informatie. Ik weet alles van iedereen die fout was voor de oorlog en tijdens de oorlog. NSB'ers, collaborateurs. En wanneer dacht je ons dit te gaan vertellen? Dus, ik wil graag weten wie ons heeft verraden. Jan, we zaten op jouw plek. Wie was op de hoogte? Niemand. Feit. Tot twee keer toe wordt een verzetsgroep waar jij onderdeel van uitmaakt verraden. Die van ons en die van Gerrit van der Veen. Wat heb je voor jezelf te zeggen? Hoe durf jij? Gerrit was mijn beste vriend. Ik had mijn leven voor hem gegeven. En dat heb je niet gedaan. Kun je bewijzen dat je onschuldig bent? Kun jij bewijzen dat ik schuldig ben? Riphagen heeft Gerrit verraden. Wat doe jij hier? Straks ziet iemand je. Wie heb je verteld waar ik zat? Wie heb je verteld waar ik zat? Niemand. Wat is er gebeurd? Heb jij mij verraden? Waarom zou ik jou? Jij bent de enige die wist waar ik zat! Hou op! Je bent gek, ik ben je vrouw, Jan! Ik hou van jou! Sorry. Wat? Albert. Albert? Hij is hier een paar keer aan de deur geweest. Hij zocht je. Wat deed je bij Lena? Ik was bezorgd om je. Ja, hij bezorgd. Was hij alleen? Ja. Misschien zijn we gevolgd. Ik weet waar Riphagen is. En ik wil het je best vertellen. Alleen dan moet jij zweren dat je nooit vergeet dat ik jou nu help. Jezus, man. Je hebt de hele oorlog met de Duitsers gehuld. Waarom vertel ik het niet? Wil je alsjeblieft bij me blijven voor de nacht? Ik zweer het.
Hij zit in Assen, bij de SD. Wat ga je doen als je hem vindt? Nee. Wat? Ja, maar poen. Ik wacht buiten. Jan. Meekomen. Waar naartoe? Amsterdam. Je gaat het verzet bekennen wat je gedaan hebt. En wat heb ik dan gedaan? Dat weet je best. Spijt me, Jan. Ik heb geen idee waar dit over gaat. Waar is Bella? Bella? Bella Tuurlings? Of wat is haar echte naam? Nee, Jan, waar gaat dit over? Je gaat mee, omdat je gaat vertellen dat jij Bella gedwongen hebt Gerrit van der Veen te verraden. Oh, dat heb ik niet gedaan, Jan. Wat heeft die meid allemaal wijsgemaakt? En als je dat vindt, waarom schiet je me dan niet kapot? Dus jij komt helemaal uit Amsterdam naar Assen? Ze verdenken jou, of niet, Jan? Jan, je hebt toch geen domme dingen gedaan, hè? Jij hebt samen met haar die groep van Gerrit van der Veen verraden... en dan wil je dat ik naar Amsterdam kom om de schuld op me te nemen? Nee. Nou, volgens mij wel. En dan te bedenken dat ik jouw leven heb gered in het politiebureau. Ik heb verdomme een verrader geholpen. Jij hoorde godverdomme bij die groep. Wil je brood met suiker of met appelstroop? Mijn naam is Lapian. Ik ben persoonlijk secretaris van meester Eindhoven. Meester Eindhoven wil graag een onderhoud met uw man. Waarover? Dit zijn onze referenties. Ik heb van Gerrit van der Veen goede dingen over u gehoord. Vreselijk dat hij dood is. Iemand zal na de oorlog de leiding moeten nemen in dit land. Oorlogscriminelen en collaborateurs moeten worden opgespoord en veroordeeld. En er moet een veiligheidsdienst komen in verband met toekomstige aanvallen. Van de Duitsers? Van de communisten. Die zijn het gevaar nu.
Die staan al aan de Elbe. Dat is 5 uur rijden van hier. U werkte met Sanders. Toch? Wim Sanders? Ja. Is van Louis Eindhoven. Met het verzoek of ik in het kader van de staatsveiligheid mijn archief maar wil overdragen aan de binnenlandse strijdkrachten. Wat is er met Sanders? Wim Sanders heeft een heel groot archief in handen. Met smerigheid over tienduizenden Nederlanders, maar hij is niet bereid die informatie te delen. Nou ja, het is zijn informatie. Informatie in de verkeerde handen is een levensgevaarlijk wapen. Weet je hoeveel informatie ik over die man heb? En hij wil mijn archief? Over mijn lijk. U weet dat Sanders communist is? Sanders? De Rote, noemen ze hem in Enschede. Een nieuw Nederland. Eerlijk. Sterk. Democratisch. Sociaal. Ik spreek Wim niet meer. Dat is mij bekend. Houdt u de banden dan aan? Zijn archief bevat staatsgevaarlijke geheimen. Het is uw plicht als Nederlander om ervoor te zorgen dat die informatie niet in handen van een communist is. Ik wil dat alle schuldigen van de oorlog worden gestraft. Dat wil ik. Als u bereid bent tegen de communisten te vechten, dan denk ik dat wij veel voor elkaar kunnen betekenen. Denkt u er rustig over na. Kom je mee? Ze zeggen dat de Canadezen vanmiddag komen. De deur stond open. Hier, de overlijdensakte van Dries Riphagen. Kom, het is feest. Kom zo. Hij is vermoord. En de dader is niet gepakt. Goed. Er was een meisje. Bella Tuurlings. Misschien is ze de stad eruit, maar zoek uit wat er bij jullie over haar bekend is. Bella Tuurlings. En wat is daarmee? Ze was bij ons geïnfiltreerd. Ik ga me er niet meer mee bemoeien, Jan. Ze heeft samen met Riphagen de boel verraden. Ik heb jou Riphagen geleverd. Die vrouw die zoekt je zelf maar. Gezond is hier nooit allemaal. Alles is goed, Ries. We moeten weg. Gewoon even een koffer pakken. Gewoon wat kleren en juwelen. Ja. Ga nou, kom. Waarom wil je weg? Ga nou maar, kom. Ik ga nergens heen voor je me uitlegt. Waarom? Ik kan hier niet gezien worden. Waarom? Je hebt toch niks fout gedaan? Ja, leg jij dat die mensen hard op straat? Lieverd, Manke Toon en Harry Rond, die hebben gepraat met een man in de Marnixstraat. Die zijn nu veilig. Welke man? Een of andere verzetsman. Sander of zo? Ik kan het nu niet riskeren, lieverd. Ze denken dat ik dood ben en het is best als het zo blijft. En waar moeten we naartoe dan? Chris. Ik bel Van Beek. Die ken ik al jaren. Chris.
Je leeft nog? Op de koningin. Natuurlijk, natuurlijk. We zijn nou toch familie, niet waar? Ik plaats er wel een veldbedje naast. En voor Robbie kijken we wel. Is dat in orde? Nou, we blijven niet lang. Oh nee? Waar gaan we heen dan? Naar het buitenland. Wat? Ik dacht dat jij zei dat hij niks fout had gedaan. Dat heb ik ook niet. Ik werkte voor de SD om mensen te helpen. Maar ja, in de City helden buiten voor geen meter. Ze schieten je zo over je flikken. En waarom moeten we dan het land uit? Vluchten is schuld bekennen. Liefje, praat nou gewoon met die verzetsman. Die wil alleen maar informatie volgens Toon. Ze hebben die man gewoon uitgelegd hoe het precies zat en toen konden ze weer gaan. Eindhoven heeft me gevraagd om met je te gaan praten. Hij biedt je een positie aan bij de BNV. Hij biedt mij een positie aan? Ik zie niet waar hij mee bezig is. Hij wil mijn archief. Ja, hij wil je archief. Dat weet ik. Ik begin mijn eigen dienst. Wat? In je eentje? Wim, dat BNV, dat wordt de officiële dienst. Let maar op. Eindhoven heeft connecties. Tot aan het Koningshuis. Koningshuis? We zitten de hele oorlog veilig in Londen. Maak gewoon gebruik van die man. Eis dat jij hoofdopsporing wordt. Dat je zelfstandig werkt en je archief houdt. Wat vind jij ermee? Hij heeft mij ook een baan beloofd. Hey, ik weet best dat jij denkt dat ik een verrader ben. Maar ik ken iemand die kan bewijzen dat ik onschuldig ben. En die ga ik vinden. En Riphagen? Die heeft je verdiende loon gekregen. Dat was Jan van Liemt, hè? Smiecht. Hoezo? Hij is mijn moordenaar. Hij kwam in zijn eentje naar Assen. Was een dief in de nacht om mij af te knallen. Omdat ik net iets te veel over hem weet. Hij gaat nu werken voor de veiligheidsdienst van Louis Eindhoven. Nou, dan is die Eindhoven er mooi ingetuind. Ik wil best de waarheid vertellen. Over Jan. En over al die andere verraders bij de SD. Ik vertel het alleen aan u. Ik zit je voorlopig bij Frits in huis. Kan er verder niemand bij je. Frits? Dat ben ik. Waarom moet mijn man blijven? Hij heeft toch niks fout gedaan? Dat gaan we allemaal rustig uitzoeken, mevrouw. Manke Toon en Harry Rond, die konden wel meteen naar huis, hè? Je had lang niet zulke belangrijke informatie als uw man. Uw man blijft nog even officieel dood. Sorry, Dries. Ik dacht dat je meteen weer mee naar huis kon. Maakt niet uit, ondersteunen. Hé. Frits. Ik kan me niet voorstellen dat het lang gaat duren. Die beschermt je. Hey, lieve kom. Even je schoenen uitdoen. Ja, maar gewoon. Het is hier.
Hier kun je blijven totdat we klaar zijn met je. En waarom deze kamer? Dit is de enige kamer die op slot kan. De vrouw waar Riphagen mee samenwerkte. Ik zou graag je archief willen gebruiken om haar echte naam te vinden. Nee, dat archief, dat is mijn archief. Dat was de afspraak. Zou jij dan even willen zoeken? Geen probleem. Dien maar een officieel verzoek in. Telefoon? Ja, met Toon Kuiper. Toon, met Riphagen. Triet? Triet Riphagen? Ik heb je hulp nodig en het heeft gloeiende haar. Is dit een geintje? Nee, geen geintje. Ik heb geen tijd om het uit te leggen. Je moet een meisje voor mij zoeken. Petje Weri. Pak een pen en papier, nu. Ja, ik schrijf mee. Petje Weri. Weri met een Y. Joods meisje, eind 20. Ze is weduwe en ze zit waarschijnlijk in Rotterdam. Ja. In de oorlog noemde ze zich Bella Tuurlings, maar haar echte naam is Petje Weri. Zorg dat ze verdwijnt. Toon. Is dit echt geen geitje? Toon, ik meen het. Ik wil gewoon weten hoe lang die hier gaat blijven. Dat ligt aan hem. Het kan een maand zijn, maar het kan ook nog een jaar duren. Een jaar? Niemand mag weten dat we hem hebben, Frits. Zeker Eindhoven niet. Deze man heeft bij de SD gewerkt. Waarom? Pries is een schatkist aan informatie. Als we hem kwijtraken aan Eindhoven, dan staat hij binnen een week voor het vuurpeloton. Wie zegt dat we hem kunnen vertrouwen? Volgens Jan heeft Riphagen Gerrit verraden. Precies, volgens Jan. Twee mensen van die groep van Gerrit van der Veen hebben het overleefd. Jij en Jan. En daarna zijn wij verraden op het onderduikadres van Jan. Excusie kan altijd nog. Eerst moet die onderste steen boven. Verhoor van Bernardus Andreas Riphagen. Geboren 7 september 1909... Aanwezig zijn Frederik Kerkhoven en Willem Evert Sanders. U weet wat de bedoeling is van deze verhoor? U wil dat ik mensen voor u verraad? Zo zou ik het zelf niet willen noemen. Nee, ik begrijp het. Eerste onderwerp. Wat weet je van Jan van Liemt? Jan heeft Gerrit van der Veen verraden. Kwam ik helaas te laat achter. Kon er niks mee doen. De heer Riphagen overhandigt ons een foto. Waarschijnlijk genomen tijdens de arrestatie van Gerrit van der Veen. Waarop Jan van Liem te zien is met een onbekende vrouw en hoofd SD Willy Lages. Hoe komt u aan die foto? Ik had iemand werken op het bureau. Werkte Jan alleen? Volgens mij werkte ze met dat meisje. Ze deed ook dingen voor de SD. Volgens mij was ze Joods. Bella Tuurlings. Oh? U kent haar. Is dat haar echte naam? Zo noemde ze zich toen, dus die naam die zal ze niet meer gebruiken. Nee, waarschijnlijk niet, nee. Mooie Karel, behalve Maastricht. Het is in bezit van geroofd Joods goed. Ik meen schilderij. Zwarte Gerrit en zijn broer Zwarte Bob werkten allebei voor de Gestapo. Italiaander. Dank je. Goud, juwelen, pakte alles wat hij pakte kon. Kees de Kraker, tenminste zo noemden wij hem. Hij heette eigenlijk Kees van den Berg met GH. Dat was misschien wel de ergste van allemaal. Die werkte ook voor de Gestapo. Kemp, de
blauwe. Van het café op de Amstelstraat was vertrouwensman van de SD. Freddy van Nuenen, die had lijsten waar Joden zaten ondergedoken. Ik ben op de zoek naar een vrouw. Bella Thulings had ze zich genoemd. Bella. Kenne ich nicht. Denken Sie nach. Ich merke mir doch nicht die Namen irgendwelcher Juden. Konnte Rehbagen die Mitarbeiter einfach so anwerben, ohne dass sie wussten, was das für Leute waren? Natürlich nicht. Alles wurde verwaltet. Unter meiner Führung war das Amt in bester Ordnung. Das können Sie sich noch zum Vorbild nehmen. Aber das Archiv ist vernichtet worden. Nicht das ganze Archiv. Wo ist das denn? Warum sollte ich Ihnen helfen? Todesstrafe habe ich eh schon. Vielleicht lässt sich da noch was machen. Und das können Sie machen. Haben Sie eine Wahl? Im Keller. Und Bettje hieß sie. Nachname weiß ich nicht mehr. We hebben overal gezocht in Rotterdam. Nergens te vinden. Als zij praat, dan is alles wat ik hier doe voor niks. We willen je best helpen, maar wat niet ken, dat ken niet idee, geef me toon. Wim, waar is het SD-archief? Dat wordt verwerkt. Ik wil inzage, nu. Reden? Ik hoef jou geen... Jan is op zoek naar de echte naam van een verklaarvrouw. Schuilnaam Bella Thulings. En waarom heeft Jan dan geen officieel verzoek ingediend? Dat heb ik ingediend. 13 weken wachttijd. Ja, het is nogal druk. We hebben veel verraders om op te sporen. Laat mij dan in dat archief. Nee, dat archief, dat is mijn archief. Dat is jouw archief, dat weten we nou wel. Dat weet jij ook. Maar dat geldt niet voor het SD-archief. Oh. Dus jullie hebben overal gezocht? Ja joh, we zijn er 2 dagen mee zoet geweest. Ook in Noord, Hofplein? We hebben het hele Hofplein afgezocht. Hofplein is plat gebombardeerd dan. Jullie zijn niet eens geweest. Ja nou, wat dan nog? Luister Dries. Je kan niet van ons verwachten dat we in Vrijdenstaat mensen gaan neerschieten voor je. Wij zijn klaar met Dries Riphagen. Staat er alleen voor, jongen? Sodemiet erop. Hé! Hey! Nou, niemand hoeft een archief over te dragen. Ik wil alleen maar even kijken. Kunnen we het daarover eens worden? Vergeefse moeite. Ik heb het allemaal al doorgespit. Die vertrouwensvrouw van Riphagen is niet te vinden. Volgens Lagers heet je bedje. Pardon? Haar voornaam is Bedje. Bedje heet ze. Volgens Lagers. En Jan die zit nu eens eentje door het archief van de SD te spitten. Was dat niet vernietigd? Bedje. Verdomd als het niet waar is. Bedje. Uit Rotterdam. Bedje. Bedje Weri. Met een Griekse ei. En jij zegt dat Jan samen met Bedje Weri Gerrit van der Veen heeft verraden? Ja. Jij zat toch bij die groep? Jullie hadden toch de landsdrukkerij overvallen? Honderden van die persoonsbewijzen hadden jullie. 10.000. 10.000? Zo. Nou, dat moet wel een fortuin waard zijn geweest. En wat is daarmee gebeurd? Ja, ik heb geen idee. Nou, ik wel. Die vent, die gaat over lijken. Als hij die Bedje Weri eerder vindt dan mij, dan knalt hij er kapot. Zij is de laatste getuige, hè? Dries dan? Ik weet dat hij geen kant op kan.
Elisabeth Wery. Wery van Frans Tuurlings. En als ik haar vind? Ze kan niet naar de BMW. We moeten haar weghouden bij Jan. Vertrouw jij Dries meer dan Jan? Ik vertrouw niemand. Maar Dries werkt keurig mee en Jan heeft ons vanaf het begin af aan dwars gezeten. Elisabeth, Betje. Als ik Jan met Betje Wery kan ontmaskeren, dan valt Eindhoven ook. Dan ben ik de baas. En dan gaan we tot de bodem. Een nieuw Nederland, Frits. Het ligt om de hoek. Ze is een uur geleden al meegenomen. Wat? Door wie? Ze kenden hem. Ik weet niet precies waarom u mijn dochter zoekt. En ik wil het niet weten ook. Maar ik wil wel één ding zeggen. Zonder haar waren wij naar Polen gestuurd. Dan waren we nu dood geweest. Wat ze gedaan heeft, hoe erg ook, ze heeft het allemaal voor ons gedaan. Die man die er net ophaalde, die zei ook dat hij van de BMW was. Ga hier maar even zitten. Ik moet even bellen. Kerkhoven. Ja. Jij kent mij niet. Jij hebt mij nooit eerder gezien. Ja, en nooit gesproken. Nee, maar... Geef Jan van alles de schuld. Ja, dat is goed. Als je mijn naam noemt, dan schiet ik je alles allebei kapot. Nee, natuurlijk. Nee. Jij hebt de boel verhalen. Samen met Jan van Lint. Hoe lang duurt dat? Begrepen. Begrepen. Ik heb niks te verliezen. Nee, dat komt goed. Ja, goed. Tot zo dan. Gaat het? Mijn baas komt er zo aan. Iemand heeft Betje Wery net opgepikt in Rotterdam. Er wordt op u gewacht. Jan, ik vertel net dat mevrouw Wery hier een verhaal heeft dat jou en meester Eindhoven zeer zal interesseren. Ik wil haar verhoren nu. Dit is mijn zaak. Dat lijkt mij niet gepast. Een verdachte te laten verhoren door een medeverdachte. Pardon? Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Gerrit van der Veen is verraden door Betje Wery in samenwerking met Jan van Liemt. Nee, Betje werkte samen met Ribach. Ik ben geen verrader. Mevrouw Wery beweert iets heel anders. Dat kan helemaal niet. Dat zal dan blijken. Bent u goed behandeld? Ja hoor, dank u. U stond bij de SD geregistreerd als vertrouwensvrouw nummer 196. Is dat correct? Dat is correct. En in die hoedanigheid bent u verzeild geraakt in de groep van Gerrit van der Veen? Ik kende Charlie Hartog. Hoe heb je haar gevonden? Hij nam me mee naar de stadhouderskade. Dat is mijn vak. Ik mocht ze graag. Het waren mijn vrienden. Ook Jan. Maar op 30 juni 1944 zijn vier vrienden van de groep van Gerrit in uw woning gearresteerd. Eén daarvan kwam om het leven. Dat klopt. Was u als vertrouwensvrouw betrokken bij deze arrestatie? Heeft u informatie doorgegeven? Aan wie? Werkt u met Antonie Striphagen? Of met Jan van Liemt? Ik werkte met niemand samen. Ik heb de tijd en de locatie aan Lages doorgegeven. En dat was dat. Ik kreeg er 1000 gulden voor en dat vond ik het wel waard. Ha.
begrijpt als u alleen handelde, betekent dat een strop voor u. Dat heb ik misschien wel verdiend. Waarom doet ze dit? Ze beschermt jou. Jullie hebben een relatie gehad. Nee, ze beschermt Dries. Waarom zou ze een dode beschermen? Ze beschermt jou. Weet je, Weri? Hoe wist jij dat ze zo heette? Hoe wist jij dat je naar Weri moest zoeken in Rotterdam? Dat heb ik jou verteld. Dat is mijn vak. Haar echte naam, die wist alleen Dries. Jan, waar ben je precies naartoe? Hij leeft nog. Je hebt hem gesproken. Man, je weet niet wat je zegt. Ja, nee, vanzelfsprekend. Ik begrijp het. Ja, begrepen. Dag. En? Wim is er nog mee bezig. Ja, is Jan nou opgepakt of niet? Wim... kan even niet hier komen. Hij is bang dat hij wordt gevolgd. Hij moet deze locatie even mijden. En hoe lang? Een weekje. Dus nou komt er weer een week bij. Dries! Hij heeft alles verteld wat hij weet. Dries is onschuldig. Wil verder met ons leven. De oorlog is voorbij. Frits, weet Jan dat ik nog leef? Kan ik jou vertrouwen? Ja. Nee. Kan ik jou vertrouwen? Ja. Ik heb een kluis in Luxemburg. Van de mensen die ik heb gered, hoop daarvan, hebben mij mijn waardevolle spullen in bewaring gegeven. Waarom heb je dit nooit verteld? Omdat ik niet wist of ik je kon vertrouwen. Het gaat niet om een paar oorbelletjes, hè? Ik zweet. Wat zit hier in de kluisjes? Het gaat echt om heel veel geld. Precies, en daar zit Jan achteraan. Het gaat echt niet om mij, hoor. Het gaat om dat geld van die onschuldige mensen. Als Jan mij vindt, ja, dan zien die onschuldige mensen die spullen nooit meer terug. Het is alles voor niks geweest. Daar kan ik niet over mijn kant laten gaan, ja? Jij zegt zelf dat Wim hier een week niet gaat komen. Maar ik kan jou niet zomaar laten gaan. Nou, dan ga jij in mijn plek. Ga jij naar Luxemburg. Ik betaal je desnoods. Maar ik kan toch niet... Ik ben daar nog nooit geweest. Hoe? Nee. Wil jij met Frits naar Luxemburg? Blijf jij mij nou dag en nacht achtervolgen? Je weet waar hij zit. Jan, je hebt zijn overlijdensakte zelf gezien. Ik heb door het hele gebouw lopen opscheppen hoe je hem hebt neergeschoten. Wat denk je dat er gebeurt als Eindhoven erachter komt dat Riphagen nog leeft? En dat jij al die tijd wist waar hij zat? Ik ga hem vinden, Wim. En dan hang je. Ik zit even in een grote club. Ik wou er even tussenuit. Als je daar problemen mee hebt, dan weet je waar ik zit.
Heb jij geld bij je? Dat is Frits. Geen idee. Misschien heb je wel ergens een meisje zitten. Ik was gewoon even mijn been aan het strikken, ja? Beetje wennen aan het vrije leven. Komt toch binnenkort vrij? Dus Betje hebt Jans naam niet genoemd. En Eindhoven? Dan weet zij ook niet dat ik hier zit. Pim? Doe dat ding weg. Je kan me niet afmaken. Ik moet wel. Oh ja? Nou, dan moet je mijn vrouw ook afmaken. En Harry Rond. En Manke Toon. En nog 10 anderen die weten dat ik hier zit. Wat denk jij nou, vuile, vieze, kleine communist? Zal ik jou even uit je droom helpen? Wim Sanders? Ik heb jou bespeeld als een viool. Die Betje Weerie, die deed precies wat ik haar opdroeg. Ik ben degene die de groep van Gerrit van der Veen heeft verraden. Ik. Ik stond er zelfs bij tussen Badri en de Zaarse schoten. Oh man, je liegt. Ja, ik lieg al weken tegen je. Maar je hebt het maar niet door, hè, Wim? Die Eindhoven, die lag zijn ballen uit zijn broek. Jij wordt een risé van de PNV. Ja, en dan nog maar te zwijgen van al die mensen die ik jou heb laten oppakken en afmaken. Oh, oh, Wim. Schiet me dan maar dood. Nee, Wim. Ik ga jou niet afmaken. Hé. Hey. Jij gaat mij helpen. Die koffer, Andries. Deze hoort er ook nog bij. Waarom verdedig je Riphaag? Petje, heb je hem gezien? Frits, jouw broer heeft toch een lijkwagen? Hoezo? Bel hem maar. Zeg dat Wim Lars komt om hem te halen en ik wil er de kist in. Wat is er aan de hand? Ik ga vanavond de grens over. Wim? Bel je broer. Waar is hij? Heeft hij bedreigd? Frits. Hij is hier nooit geweest. Zeg maar waar hij is. Hij stopt nooit. Weet je, als ik hem vind, dan laat ik hem praten. Hij bespeelt iedereen. Ik laat hem verklaren dat hij het dwong. Hij moet dood. Anders praat ik niet. Ik beloof het je. Hij zit bij Kerkhof. Dus, ik bel je zodra ik over de grens ben. Nog twee namen voor je. Harry Rom en Manke Toon Kuiper. Hoer en Zwarthandel. Adres? De keukentafel.
heeft hij maandenlang gezeten. En jij hebt hem geholpen. Ja! Ik geef het dan. Waar is hij? Waar is hij heen? Hij gaat vandaag de grens over. Welke grens? Ik weet het niet. Alle grenzen moeten dicht. De Duitsers en de Belgische. Jezus, puinhoop. Als we Riphagen vinden, dan heeft u Sanders en zijn archief. Nee. Wat? Dan moet ik toegeven dat mijn eigen mensen me belazerd hebben. Ik kan Sanders niet pakken zonder mezelf te verwonden. En Riphagen dan? Hij is officieel dood, hè? Als hij slim is, dan blijft hij dat. Dan gaat met je weer je boete voor alles. We hebben getuigenverklaringen. En de bekentenis, daar ga ik niet aan tornen. Weet je weer, die is schuldig. Is dat rechtvaardigheid? Waar zijn we dan mee bezig? Russen staan halverwege Duitsland. Daar zijn we mee bezig. Hij zei dat hij deze mensen hielp. We zijn te laat. Ik moet zorgen dat Greetje klaar is voor vertrekken. Maar ik wil dat ze hier blijft. Is ze niet met hem mee? Hij belt als hij veilig over de grens is. En dan moet ik haar brengen. Is gevlucht. Met alle spullen. Jij wilt dat ik mijn man verraad. Als hij onschuldig is, hoeft hij toch niks te vrezen? Hij heeft alleen maar mensen geholpen. Oh ja? Deze mensen? Ja. Ja, hij heeft hun spullen voor ze bewaard en hij geeft alles terug als ze terugkomen. Die mensen komen niet meer terug. We hebben ze op de trein gezet naar Polen en daar zijn ze vergast. Ja, maar dat is toch niet Dries' schuld? Dat is Esther Schaap. Ze werd door Dries beschermd. Ja. Zolang ze al haar vrienden en familie bij hem aangaf. Toen ze niemand meer had, moest ze verdwijnen. Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar ik geloof er helemaal niks van. Ze heeft zich voor mijn ogen van kant gemaakt. Mooie ketting heb je. Zo snel. Wat fijn dat je de spullen uit Luxemburg
klaar voor? Dries. Nee, ik weet het. Ik weet het, maar we kunnen niet anders. En over een paar jaar zijn we gewoon weer terug. Hey, weet jij nog die ketting die ik van je kreeg? Ja, wat is daarmee? Die staat op een van die foto's die in je kluis zaten. Oh, jij hebt die foto's. Oh, gelukkig. Nee, ik kreeg dat kettingje van die vrouw toen ik heb geholpen om te vluchten toen de SD te dichtbij kwam. Dus ze leeft nog? Ja, absoluut. Ja, die zit veilig in Antwerpen. Ik heb er zelf naartoe gereden. Ben je er nog? Ja, ik ben er. Ik ben er. Pak even pen en papier. Je moet bij de kant Houtse Heide. Moet je de grens over. En dan moet je de borden naar het klooster volgen. Daar slaap ik vannacht. Moet je met mij hebben, tussen de paters. Lieverd, als jullie er morgen zijn, dan gaan we samen verder. Met z'n drietjes. Ja? Ja. Echt? Dan gaan we samen verder. En Donderstein, ik hou van jou, hè? En ik van jou, Dries Ripberg. Weet waar hij is. Hij leeft nog. België. Het is geen oorlog meer. Iemand moet hem stoppen. Is het dan klaar? Jan. Dries. Waar is Greetje? In Amsterdam. Houden jullie haar vast? Nee, Dries. Ik heb Greetje laten zien wie je echt bent. Je had niet tegen haar moeten liegen. Stop maar, Dries. Dit is het eindpunt. Heb jij misschien een vuurtje voor mij? Op je knie. Op je knieën. Voor moord ga je 20 jaar de bak in, hè, Jan? Op je knieën! Jan, dit is precies wat ze willen dat je doet, hè?
Eindhoven en Sanders, dat je mij afmaakt en dat ik alles meeneem in mijn graf. Hou je kop. Nee, ik hou mijn kop niet. Ik kan ze dingen vertellen, Jan. Over Sanders. Ja, hoe ik hem heb belazerd. Hoe die mij heeft helpen vluchten. Hoeveel mensen die heeft afgemaakt. Ik kan ze vertellen over alle Joden die ik heb verraden. Ik ben niks van jou, Dries. Op je knieën. Ik kan ze vertellen over Betje. Ik zal ze vertellen dat ik Betje heb gedwongen om Gerrit van der Veen te verraden. Dat het mijn idee was. Ze is onschuldig, Jan. Als je mij neerschiet, krijgt Betje de strop. Niemand gaat haar nog geloven. Ik ben de enige die haar kan redden. Ja, misschien wel beter zo. Kan ik in ieder geval Robbie zien opgroeien. Zou ik niet in rekening. Hoezo niet? Ik heb Geertje met hem achtergelaten bij Frits Kerkhoff. Ja, dus? Het zou me niks verbazen als Frits een kans geeft. Welke vader denk je dat Geertje liever wil voor Robbie? Een verzetsheld of een oorlogsmisdadiger? Lopen, Dries. Lopen. Ja.